Welkom vanavond hier in Spui 25 bij het programma Wat Denken Doet. Het is een programma van Spui 25, de Internationale School voor Wijsbegeerte, ISVW, en Filosofie Magazine. Mijn naam is Koen Simon, ik ben hoofdredacteur van Filosofie Magazine. En wij zijn hier bij elkaar om twee vrolijke redenen. Namelijk, de eerste is dat het vandaag Wereldfilosofiedag is. Ja, daar mag best even voor geklapt worden. Wereldfilosofiedag is uitgeroepen door UNESCO. Filosofie is dus werelderfgoed. Ik weet niet of dat juist feestelijk is of dat dat dramatisch is, want de meeste dingen die erfgoed worden, die zijn zeer kwetsbaar. Zoals het Waddengebied, bijvoorbeeld. Maar filosofie staat ook op de UNESCO-lijst. En het is dus belangrijk dat we dit vieren, lijkt mij. Niemand weet dat het Wereldfilosofiedag is. En dat vonden wij van Filosofie Magazine en ISVW vonden we dat eigenlijk een hele mooie aanleiding om de hele maand november uit te roepen tot Denkmaand. Vanaf dit jaar. En dan hebben we volgend jaar ook weer een Denkmaand. En dat kan geen kwaad in het meningencircus waarin wij leven. Daarover zo meer. De tweede aanleiding is het mooie boek Wat Denken Doet van Carolien van Wely. Zij heeft jarenlang voor Filosofie Magazine wetenschappers, kunstenaars, schrijvers geïnterviewd over het beslissende moment in hun leven dat de filosofie hun leven veranderde. Even kijken. De denker die mijn leven ooit heeft veranderd is de schrijver van dit lelijke boek. Het is Erich Fromm. Psychoanalyse en religie. U vindt dat niet lelijk? Nee. Over smaak valt te twisten. Dat is een uitspraak van Kant. Het is niet zoveel. Nee, maar daarom is het ook simpel en niet speciaal lelijk. Nee, oké. Nou, ik heb het in ieder geval altijd een lelijk boek gevonden. Desondanks heeft dit mij ooit op het pad van de filosofie gebracht. En dat kwam zo. Ik weet echt niet meer wat erin staat. Ik zat in 5 VWO en wij hadden godsdienst op school. En die lessen waren vrijwillig, of tenminste, ze waren niet vrijwillig, ze telden niet mee. Ze waren niet vrijwillig. Ze telden niet mee. Ik vond er niks aan. Dus ik dacht, ik ga gewoon heel kritisch doen. Dan verveel ik me niet. Dus ik was heel kritisch in de les. En toen kwam op een gegeven moment aan het begin van de les de docent naar mij toe. En die kwam dus met dit boek aan, of nou, niet letterlijk deze, want deze heb ik later gekocht omdat ik het leuk vond. Maar ik denk dat hij hem uit de schoolbibliotheek had gehaald of uit zijn eigen boekenkast. En hij zei, Koen, als jij hier een verslag over maakt, dan hoef je tot de zomer niet meer in mijn les te komen. Ik dacht, nou, dat gaan wij even doen. Weet je wel, even bladeren, verslagje en klaar. Maar ik ging lezen en ik was totaal gegrepen, want die taal, die kende ik nog niet. Ik kende alleen maar de taal van feitjes en weetjes. En hier had ik voor het eerst, iets, nou ja, ik zou een stukje kunnen voorlezen, ga ik niet doen. Maar in ieder geval de filosofische taal, die was voor mij voor het eerst dat ik daar die tegenkwam. En dat was in 89 of zo. Dus toen was het nog niet zo gewoon om filosofie te geven op scholen zoals dat nu wel meer het geval is. In elk geval, dit soort ervaringen zijn denk ik ervaringen, ook al zijn de ervaringen allemaal uniek in het boek. Waarin ze overeenkomen is denk ik inderdaad dat mensen worden geraakt door de filosofie en dan uit hun wereld van meningen terechtkomen in een idee die het licht doet schijnen. Die ervaring die is, het is Wereldfilosofiedag, dus ik moet even reclame maken voor de filosofie. En dan begin ik graag bij Plato. Plato is eigenlijk degene die hier voor het eerst over geschreven heeft
En die heeft die totaal afgezaagde allegorie van de God geschreven. Ik weet niet of u die nog kent, maar dit is eigenlijk een beetje de ervaring waar het hier over gaat. Die allegorie die gaat als volgt. Mensen zijn geketend in een God en achter hun schijnt een licht. Ik heb het trouwens nooit helemaal begrepen hoor, want de zon speelt ook een rol. Maar ga er even van uit. Zij kijken naar schaduwen die ze voor de werkelijkheid zelf aanzien. En dat zijn zeg maar onze meningen. En pas als ze uit die God geraken en het echte licht zien, dan pas is daar de filosofie. En zo moeten wij allemaal uit die God komen. En het aardige daaraan is dat er dan iets gebeurt. Wat je je niet zou voorstellen bij filosofie, is dat je leven concreter wordt. Er wordt altijd gezegd dat filosofie abstract is, maar die halffabrikaten van de meningen, die schaduwen, dat halve gebeuren, dat is eigenlijk dat zijn abstracties. En op het moment dat je dus het ware licht ziet, niet in religieuze zin overigens, dan wordt de wereld concreet. Dus Hegel die heeft ook ooit gezegd dat filosofie concreet is. Dus rest my case. Die was totaal niet abstract. Maar goed, kunt u allemaal wel mooi vinden dat het concreet wordt. Maar u denkt nu misschien, maak dat eens concreet. Nou, dat gaan we dus doen vandaag. Ik ga samen met vier gasten die ook door Carolien in het boek zijn geïnterviewd, ga ik hier aan tafel vragen. Ze komen om's de beurt. Het is een zogenaamd estafette interview. Geen marathon interview, want dat zou te zwaar worden. Een estafette interview. En ik ga ze naar hun mening vragen. En dan ga ik, als we weten wat voor mening deze gast heeft, daar een filosoof bij halen en kijken of het iets doet met die mening. Dus we gaan kijken of denken iets doet. Als dat als zij zijn geweest, dan heeft u gezien hoe het moet. En dan gaan wij ook nog eventjes met het hele publiek dat spelletje doen. Even kijken, maar voordat het zover is, zal de maker van het boek, Carolien van Wely, jullie nog eventjes aan het denken zetten. Dus mag ik een warm applaus voor Carolien van Wely. Welkom allemaal. Echt heel leuk dat jullie er allemaal zijn. Wat denken doet. Ik doe niets liever dan denken. Maar wat is denken? Pas jaren na mijn studie filosofie, het was in 2014, ik heb het nog even nagezocht vanmiddag, liep ik tegen een boek aan waarin ik het antwoord vond. Denken van het leven van de geest van Hannah Arendt. Hannah Arendt geeft een uitgebreide analyse van denken. En het boek maakte een verpletterende indruk. Je kan het zien aan alle onderstrepingen, pijlen, aantekeningen, plakkertjes. Dit boek liet me niet los. En dit boek stelde vragen waar ik me jarenlang mee bezig hield, bewust of onbewust. Van wat gebeurt er nou als je denkt? En levert denken ook iets op? En zo ja, wat? Waar zijn we als we denken? Nou, de dichtheid van dit boek is nogal hoog. Ik heb het gevoel nooit het volledig te kunnen bevatten. Dus het houdt je ook zeker aan het denken. Maar er zijn een aantal beschrijvingen in dat boek van die zinnetjes die altijd wel weer even terugkwamen of die me bijbleven. Arendt schrijft, denken is de geluidloze dialoog van het ik met zichzelf. Oftewel, denken is praten met jezelf. De kenners hier onder ons weten dat ze daarnaar verwijst naar de genoemde Plato. Denken is het gesprek dat we in stilte met onszelf voeren. Ze beschrijft, Hannah Arendt beschrijft ook hoe denken gepaard gaat met afwezig zijn. Je trekt je eigenlijk
terug uit de wereld als je aan het denken bent. En ze benadrukt, die activiteit van het denken is onzichtbaar. Dus ja, denken is onzichtbaar. Ik doe dus het liefste iets wat onzichtbaar is. En die onzichtbaarheid van het denken riep een hoop vragen op en een levenslange zoektocht. Want je kunt nog iets zo graag doen en het ook nog eens zo belangrijk vinden. Maar iets onzichtbaars wordt al gauw opzij geschoven, niet opgemerkt, geen tijd voor gemaakt. En de vraag waar ik mee rondliep was, hoe maak ik nou de onzichtbare activiteit van het denken zichtbaar? En ook, hoe verbind ik nou het theoretische van het denken met het praktische van het doen? En die verbinding, dat gebeurde eigenlijk tijdens het interviewen voor de interviews die ik maakte voor Filosofie Magazine. Ik maakte een serie portretten van studenten filosofie die iets heel anders naast hun studie deden. Ik deed alleen maar hetzelfde als toen ik filosofie studeerde, taalfilosofie, heel abstract. Maar deze studenten studeerden filosofie en waren daarnaast rietdekker of kok of schoonmaker of advocaat. Wat heb ik nog meer? Vrachtwagenchauffeur, verpleegkundige, brandweercommandant. En dat praktische beroep deed iets met hoe deze studenten hun filosofie beoefenden. Zij wilden filosofie, zij wilden denken toepassen, meteen al. En deze studenten die maakten die verbindingen tussen het abstracte en het concrete. Ik heb hier toch het abstracte van doen en het concrete van, of het abstracte van denken en het concrete van doen. Maar zij maakten die verbindingen. Zij maakten zichtbaar wat filosofie doet in het dagelijks leven. Jarenlang interviewde ik voor mensen, dus voor Filosofie Magazine, mensen over wat denken doet. Of specifieker geformuleerd, ook over een moment, wat Koen al zei, waarop filosofie hun leven veranderde. En dat kon van alles zijn. En een stripmaker die zich verzoende met een niet uitgekomen kinderwens. Daar was een heel oud boek of van Epicurus speelde daarbij een rol. Een docent die een weg vond uit een depressie. Dat was een onbekende, voor mij toen nog onbekende Duitse filosoof Edith Stein. Een verpleegkundige die leerde emoties niet altijd uit te schakelen. Daar hielp Marta Nussbaum bij. En een schrijver die haar lichaam herontdekte. En daarbij was een rol weggelegd voor Susan Sontag en Simone de Beauvoir. En wat filosofie dan doet, de rol die filosofie speelde, kon heel verschillend zijn. Soms, best wel vaak, was het dat mensen de woorden vonden voor een fenomeen waar ze eigenlijk nog geen woorden voor hadden. Soms bood filosofie de argumenten die iemand zocht. Soms hielp filosofie van een hele sterke overtuiging een vraag te maken. Soms gaf filosofie het duwtje dat iemand nodig had. Soms was een filosoof een voorbeeldfiguur, soms ook een plaaggeest die je liet zien waar je eigenlijk nog allemaal niet aan voldoet. Wat Koen al zei, onze gasten van vanavond interviewde ik ergens in de afgelopen jaren over een moment waarop een denker van invloed was op hun leven, op hun werk. En hier vooraan zit de schrijver Esther Gerritsen. We hebben elkaar toen alleen maar aan de telefoon gesproken. En zij vertelde over het moment waarop zij begrip vond voor een filosoof toen zij verstrikt raakte in een onmogelijke zoektocht naar een wereld zonder betekenis. Museumdirecteur Benno Tempel komt straks ook aan het woord. En die vertelt in het boek hoe hij dankzij filosoof Michel Foucault anders naar kunst durfde te kijken. En toen ook een doorbraak maakte in zijn onderzoek naar de schilder Monet. Filosoof, schrijver en vertaler Grace Ndiako, ook hier vooraan. Zij vertelt over het moment dat zij het werk van Frantz Fanon las. Een aangrijpende leeservaring die herkenning bood en een aansporing was om een nieuw denken te bewerkstelligen.
En schrijver Rinske Hille vertelt over het moment dat Nietzsche haar leerde te stoppen met zoeken en in plaats daarvan te vinden. Allemaal momenten over waarin filosofie het leven raakte, inderdaad. En 10 jaar lang, want zo lang was het, 10 jaar lang had ik elke maand een gesprek over wat denken doet. En ieder gesprek maakte een aspect van dat onzichtbare denken zichtbaar. Dus dat denken zelf is misschien onzichtbaar, maar de veranderingen die dat denken in levens teweeg brengt, zijn uitermate zichtbaar. In mijn boek Wat Denken Doet kijken de gasten van vanavond en nog bijna 100 anderen terug. Ze kijken terug op een moment waarop filosofie hun leven veranderde. Maar vanavond heeft hij dus de kans om het denken live mee te maken. En te zien en te ervaren wat denken doet. Nou, Koen trapt zo af met de estafette. En kijk ondertussen, voordat u zelf ook aan de slag gaat, maar kijk ook ondertussen wat er nou bij uzelf gebeurt. Is er een moment waarop u van gedachten verandert? En wat is nou precies dat kantelpunt? Is er een denker die u met een andere blik naar een situatie laat kijken? Of hebt u zelfs een filosofisch citaat paraat dat uw leven heeft veranderd? Ik wens u heel veel denkplezier voor vanavond bij Wat Denken Doet. Dank u wel. Esther Gerritsen. Esther Gerritsen, welkom. Dankjewel. Jij houdt het estafette stokje in je hand. En die mag je zo direct doorgeven aan de volgende spreker. Jouw tijd zit er straks op als de music plays. Ja. Je bent schrijver. Je gevierd schrijver. Je hebt niet alleen heel veel romans geschreven. Je hebt ook voor film geschreven, televisie. Je bent als toneelschrijver begonnen, volgens mij. En toen dacht ik, jij weet vast veel van taal. Dus ik ga jou naar je mening over taal vragen. En daarvoor gaan we eerst eventjes naar een radiofragment luisteren. Wacht even hoor. Komt-ie, hè? Goed opletten. Technieken die dezelfde suppressie zouden, dezelfde onderdrukking zouden geven van die amygdala, misschien wel eens dezelfde resultaten zouden kunnen geven. En dat geeft dan ook weer handvaten om misschien therapieën te kunnen verbeteren in de toekomst. En stel dat uw uitkomsten bevestigd worden, wat voor gevolgen hebben die resultaten volgens u dan? Is er iets wat je opviel? Ja, amygdala, dat is toch amygdala? Amygdala, ja, maar niet amygdala. Dat zei hij toch? Maar hij zei nog iets anders ook. Hij zei handvaten. Handvaten en handvatten is volgens het groene en het wit boekje allebei toegestaan. Is allebei toegestaan? Ja, het spijt me. Ik heb er ooit over geschreven. Nou, dan is het helemaal in de roos. Je hebt hier een mening over. Nee, ik heb het opgezocht of het klopte. Ah. Hoe de regels zijn, er zijn taalregels. Ik heb wel een mening over taalregels, maar de taalregels rondom handvaten en handvatten is dat beide zijn toegestaan. Maar je weet dat dat eerst niet zo was, hè? Ja, dat is bij heel veel dingen zo. Zeker dat ze eerst niet waren. Maar zeker op taalvlak. Bijvoorbeeld die hele groter als en groter dan. Het zal je verbazen dat je groter als mag zeggen. Ja, filosofie is makkelijker als je denkt, bijvoorbeeld. Ja, nee, maar ook in een andere betekenis. Ja, dat ja. Zelfs in het groene boekje staat dat het volgens, nou ja, als je het volgens de regels. Ja, precies. En vaten die door je hand lopen, dat zijn handvaten? Nee. Dat zijn geen handvaten? Nee. Maar het was tot voor kort, of nou, 15 jaar geleden volgens mij, was het nog niet toegestaan? Ja. En toen was het dus, moest je zeggen handvatten, maar nog los van handvatten of handvaten is, wat vind je van het gebruik van de metafoor handvaten voor de toekomst? Ik heb sowieso eigenlijk best wel een hekel aan metaforen. En zeker metaforen die alleen maar uitdrukkingen zijn. Dus ik heb altijd in een boek, als er staat, iemand ziet eruit als om door een ringetje te halen. Pak de
koe bij de horens. Alles wat niet heel letterlijk is, wat niet een zelfverzonnen metafoor is, haal ik er altijd uit. Ja, interessant. Hè? Dus je hebt heel veel, maar je moet maar eens gewoon in je boekenkast gewoon een boek eruit halen. En vooral met romans. En kijken hoeveel op de bladzijden dus uitdrukkingen staan. Maar ik heb vooral een hekel aan uitdrukkingen. Zetten we die op een tegel? Ik heb een hekel aan uitdrukkingen. Ja. Maar nu wil ik dus nog eerst jouw mening hebben. Ik heb al heel veel gehoord. Ja. Een mening over handvaten. Ja, over inderdaad. Dus handvaten om iets te doen, een kapstok. Net als een blauwdruk. Filosofie geeft ook altijd handvatten voor. Ja, ik heb wel het gevoel dat het minder helder maakt. Ja, dat het watertroebel wordt. Nee, dan zeg je het weer. Nee. Maar helder komt natuurlijk ook van. Alles komt ergens vandaan. Maar van de handvaten om. Omdat het soms zijn sommige uitdrukkingen zo bekend. Het is heel, heel gevaarlijk. Want dan zeg je bijvoorbeeld aanknopingspunten. En dat is ook weer zoiets. Dat is ook een metafoor. Maar als je dus zegt. Hier ging het over. Of we, volgens mij dat we mensen gelukkiger kunnen maken. Met neurologische experimenten wellicht. Of zoiets. Nee, dit ging over. Ik wilde zeggen HDMI, maar dat is een andere afkorting. ADHL. Er is vast iemand die het nu weet. ADHD? Nee, het gaat over die EMDR. Precies. EMDR, ja. Ja. Nee, ik denk dat je niet handvaten om ermee om te gaan. Nee, dat we bijvoorbeeld. We willen of technieken vinden, of we willen oplossingen vinden. Of we willen een andere wijze vinden om er tegenaan te kijken. Handvaten is zo ruim. Ja. Dat zeg je zo ongeveer net niks. Mijn mening over handvatten en handvaten. Maar dat doet er eigenlijk niet toe. Kijk, de kwestie is deze. De mening is, taalfouten bestaan niet. En jij mag zeggen. Oh ja, die bestaan. Natuurlijk bestaan die. Maar je hoeft ze niet erg te vinden. Oké, taalfouten bestaan. We hebben een mening te pakken, mensen. Taalfouten bestaan. Dan komt er nu een stukje filosofie. De denker, Ludwig Wittgenstein, die schreef: de betekenis van een woord is zijn gebruik in de taal. Ja, dus bijvoorbeeld, nu gebruiken alle jonge mensen het woord comfortabel als ze zich ongemakkelijk voelen. En niet als de stoel niet lekker zit. Ik voel me heel oncomfortabel in deze situatie. Ja, ja, en dat is eigenlijk een woord wat verkeerd wordt gebruikt. Net als grensoverschrijdend. Dat was voor filosofen iets heel belangrijks, dat je grenzen overschrijden. Ja. Maar daar word jij nu oncomfortabel van. De betekenis is gewoon veranderd. Dus bestaan er geen taalfouten, zegt hij eigenlijk. Ja. Ja, maar het ligt. Ja. Maar dan moet je eerst de taalfout definiëren. Je zei, waarom moet je altijd eerst alles definiëren? Ja. Nou, zeg je de taalfout, zeg je van, hebben wij met z'n allen afgesproken dat er regels zijn rondom de taal? Ja, dus dan bestaan er manieren waarop je de taal verkeerd gebruikt volgens die regels. Is dat dan een taalfout? Ja. Maar als het dus inderdaad gewoon meebeweegt met, dat heb je zelf net ook. Het beweegt mee, ja. Ja. En dat is ook wel leuk. Want dat past zichzelf aan. Of dat past, wordt aangepast. Omdat. Ja, ja. Ja, maar net als op een gegeven moment, het witte boekje is nu pas afgeschaft. Wie had nou. Volgens mij was het NRC die het witte boekje nog steeds gebruikte. Die waren nog in protest tegen het groene boekje. En op een gegeven moment bleek toch iedereen zich toch aan het groene boekje te houden nu na al die jaren. Dat ze toch het witte boekje hebben weggedaan. Ja. Ja, dat is een sterker merk gebleken, het groene boekje. Ja. Maar, dus eigenlijk bestaan er geen taalfouten. Ja, toch wel. Hoe kan dat? Omdat het een afspraak is. Als ik zeg van, als jij vervelend tegen mij doet en ik zeg, je zit hier de boel te tutoyeren, dan zeggen ze wel, nou, ik geloof dat dat niet helemaal klopt wat je bedoelt. Nee, je zit de boel te bagatelliseren, je zit de boel te traineren, je zit de boel niet te tutoyeren. Nee.
Maar als op een gegeven moment iedereen dat woord zo gaat gebruiken, dan is het geen taalfout meer. Dat is natuurlijk waar. En hoe, dus, maar wanneer is het dan nog een taalfout? Wanneer houdt dat op taalfout te zijn? Ja, dat zal nog. Wanneer houdt het op een taal? Ja, als we met z'n allen, als het in het groene boekje staat. Ja, nee, als we met z'n allen besluiten. Ja, als de NOS, meneer van het NOS-journaal het gebruikt. Ja, precies. Maar goed, als jij hier de boel gaat zitten tutoyeren. Ja. En iedereen snapt wat je bedoelt. Dat waarschijnlijk, ja. Dus waarschijnlijk is comfort, als ik zeg ik vind dit een heel oncomfortabel gesprek, dan begrijpt iedereen dat. En dan pak ik een andere stoel. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk is het dan al geen taalfout meer. Nee, maar als er dus op die manier geen taalfout is, taalfout dan niet gewoon een verkeerd begrip om met taal om te gaan? Nee, het is komt. Is taalfout niet een taalfout? Ik denk dat je gewoon nooit, je komt niet verder dan de taal. Een betere benaming is er niet. En natuurlijk is taal, als ik een boek schrijf zoals mijn opa het schreef, dan schrijf ik allemaal taalfouten. Dus taal is mobiel, wou ik zeggen. Maar ja, mobiel. Ja, taal is mobiel. Overigens is er Paul Valéry, waar jij volgens mij over praat in dat interview in dit boek. Klopt dat? Ja, 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 ja. Ik verstond polyfanerie. Toen dacht, wat, ja, precies. Wat is dat nou weer voor ziekte? Polyfanerie? Ja. Wat is polyfanerie? Ik heb nooit van polyfanerie gehoord. Paul Valéry. Ja, ja, precies. Polyamorie. Ik denk dat ik hoor steeds slechter. Ja, want ik denk de laatste tijd dat mensen niet goed articuleren. Maar ja, dat precies. Is, jij denkt en, dat ja, iedereen polyamoreus is. Ik maar denk iedereen dat iedereen slecht articuleert. Dan weet je dat er iets. Ja. Ja. Nee, maar je zegt mobiel, taal is mobiel. Maar Paul Valéry. Die noemt woorden inderdaad mobiele entiteiten. Omdat ze telkens gebruikt worden in een andere situatie. Ja, dit hebben we niet afgesproken. Nee, dat is leuk. Dit is gewoon live denken. Ik houd hem er ook erin, ja. Eigenlijk is het wel leuk, want het zo, als je niet meer op bepaalde woorden komt, dat je dan iets neemt gewoon wat in de buurt komt. Dus ik heb dus ook gehoord van iemand die dan Alzheimer had, die had het warm en die zei dan, we moeten de kachel buiten zetten. Wat op zich best logisch is. Ja. Ja, het is ontzettend logisch. Dat maakt het helemaal mobiel. Ik heb nog even een kleine toevoeging. Misschien dat je er wat mee kan. Maar dat is nog een denker. Georg Simmel. Die heeft iets over het handvat geschreven. Het handvat mag, ondanks de bereidheid tot vervulling van zijn praktische taak, de vormeenheid van de kan niet doorbreken. Ja, dat is jammer, we hebben hier een kan zonder handvat. Zonder handvat. Ja. Maar dit komt uit een kort essay van hem over het handvat. Ik weet eigenlijk niet of het helemaal over het handvat gaat, maar in ieder geval, daar staat een stuk in. En dan legt hij uit hoe moeilijk het is om een mooie vaas te maken met een handvat, omdat het handvat praktisch is en de schoonheid van de vaas is niet praktisch. Dus ze hebben allebei een ander doel. En ja. En dan legt hij dus uit hoe je, als je dat goed doet, dat je dus eigenlijk twee verschillende doelen met elkaar verbindt. En zeg maar, dan wordt het handvat, wordt dus eigenlijk een soort levende of vaste metafoor voor het verbinden van dingen. Kijk, zie je een metafoor? Nee, metafoor, dan ga ik jou ja, dat ik, ja. Ja. Nee, nou, dan was dit gewoon een extraatje. Laten we het hierbij. Nu wil ik van jou weten, is er nog iets gebeurd met jouw mening? De mening van het denken? Van nadenken? Dus we hebben nu gedacht. Ik heb wel bedacht nu dat ik meer taalfouten wil maken. Omdat ik dat eigenlijk wel inspirerender vind dan me aan het groene boekje te houden. Fantastisch. Tempel. Welkom Benno. Fantastisch dat je er bent.
Dat was nog even spannend, want je bent net na 15 jaar museumdirecteur van het Kunstmuseum Den Haag. Toen je aantrad was dat nog gewoon het gemeentemuseum. Ben je nu directeur van Kruller Müller. En je zit in een hele drukke tijd en je wist toch tijd vrij te maken om hier jouw mening te geven. Dus zeer, zeer bedankt. Ik dacht, je bent kunsthistoricus. Je bent elke dag met kunst bezig en dus elke dag met kijken bezig. Dus ik wil graag een mening over kijken. Eigenlijk is het wel grappig. Caroline heeft er al iets over gezegd. Want die zei van, ja, dat denken, dat is zo moeilijk te zien. En dat is volgens mij ook een van de meest tragische kenmerken van de menselijke communicatie. Is dat we niet van buitenaf kunnen zien wat er in iemand omgaat. Om even een klein beetje een beeld te scheppen. Hier zien we iemand met Alzheimer. En ja, dan weten we ook niet zo goed wat er in iemand omgaat. Maar dat kan ook iemand heel anders zijn. Bijvoorbeeld Poetin. We weten wel wat er gebeurt, maar we weten niet zo goed wat er in zo iemand omgaat. Of kan. Maar we hebben het natuurlijk ook bij andere wezens dan bij mensen. Of gewoon bij je eigen kat. Je zou wel willen weten wat zich daar afspeelt. En daar doen we ook heel veel moeite voor. Want kijk, we hebben hier allerlei technologie. En, dus we zijn steeds beter in staat om misschien wel te zien wat er van binnen afspeelt. Om dat van buitenaf te kunnen zien. Dus mijn vraag is, we kunnen ooit het denken van buitenaf waarnemen. Is dat waar of onwaar? Nou, ik denk onwaar. Ik denk onwaar, ja. Ik denk een les die ik kreeg van mijn hoogleraar de kunstgeschiedenis, die zelf kunstenaar was. Dus hij wist waar hij het over had. Hij zei, wantrouw de woorden van de kunstenaar. We zijn ook, of kunstenaars zijn ook misschien ook bezig om een mythe te vormen. En als je het denken van door te aanschouwen zou kunnen waarnemen, dan reken je buiten de mens misschien. De mens is misschien toch wel, misschien lach ik wel naar jou en geef ik jou de indruk dat ik aardig over jou denk, maar denk ik heel wat anders. Dus ik denk de mens wil ook toch ook op het verkeerde been zetten. Oké, dus je zegt onwaar. We gaan kijken wat de filosofie hiermee gaat doen. Maurice Merleau-Ponty schreef: het is voldoende dat ik iets zie om te weten hoe ik het moet samenvoegen en bereiken. Zelfs wanneer ik niet weet hoe dat zich in het zenuwmechanisme voltrekt. Nou ja, kijk, ik geloof wel dat kunstenaars misschien niet per se altijd denken om ergens te komen, maar dat er wel een andere soort intelligentie is, hè? Dus visuele intelligentie. En een van de mooiste, helderste voorbeelden was misschien Escher. Kent iedereen denk ik wel, graficus. Escher was ongelooflijk slecht in wiskunde. Sowieso slecht op school, maar wiskunde was wel een van zijn allerslechtste vakken. En toen hij in Spanje was en daar verschillende plekken bezocht waar sporen van de islamse cultuur te zien waren, met name in keramische tegels, waar oneindige patronen op te zien waren, daar raakte hij door gefascineerd. Die kopieerde hij in zijn schetsboekje. Toen ging hij weer terug naar Nederland, nam dat mee. En het heeft 10 jaar geduurd om dat te kunnen doorgronden. En niet door wiskundige formules toe te passen. Hij had hulp. Hè. Zijn broers waren heel goed in beta-vakken. Dus broers hebben hem ook geholpen. Hebben hem boeken aangeraden om te lezen. Dat werkte natuurlijk niet. Dus alleen door te kijken en door maar die handeling van het kopiëren te herhalen en zelf nieuwe schetsjes te maken, ging hij het begrijpen. Dus dat was een soort kijkend denken. En, ja, precies. Dus dan hoef je eigenlijk niet naar binnen toe, maar kun je aan de buitenkant blijven en blijven kijken. Want als jij tegen mij zegt van, ik kan wel lachen, maar ondertussen iets denken. Je moet wel een goed acteur zijn, denk ik, om dat te doen. En ik vraag me ook wel eens af, kunnen wij dat wel echt verbergen? Nee, misschien niet doorlopend. Hè? Dus je kan. Maar misschien was mijn associatie ook richting de nieuwe technologieën. Hè? Waar je zometeen met allerlei brillen misschien van alles
voorgespiegeld krijgt. En dan hoop ik toch een beetje op de mensheid. Dat we toch ook die technieken misschien een beetje om de tuin kunnen leiden. Ja, en dan is het dus eigenlijk juist wel fijn dat je van buiten dingen kunt zien. Die je wel kan zien, maar niet onder woorden kan brengen. Ja. Ik heb nog een denker voor je. Ja. De denker van Rodin. Ja. Ze zeggen altijd dat je denken niet kan zien. En toch... Ja, hier zijn natuurlijk heel veel grappen over gemaakt. Hè. Hij zit heel vaak met een... Het is een soort... Een van de eerste memes voor dat meme... Een soort analoge meme is heel vaak van de denker gemaakt. Dan zit hij op een wc natuurlijk en zo. Ja, ik weet niet of dit... Dit is bijna een metafoor, hè. Dit is bijna een verbeelding van de denker. Sorry. Nee, het is een hele fijne... anders had ik dat niet zo kunnen verwoorden. Ja, dit is natuurlijk ook eigenlijk een cliché geworden. En, ja, maar je ziet wel... Dat hij denkt. Ja, ik heb me altijd verbaasd over de ongelofelijke gespierdheid van de man. Het zegt ook wel iets over hoe ik misschien over denkers denk. Over je denkers denk. Maar dat een soort bodybuilder die daar dan... Die armen die zitten zo raar. Ik vond het vooral altijd een heel erg een beeld. Ik heb het altijd een beeld gevonden waar het heel erg gaat over de constructie. Over binnen en buiten. Over een draaiing. Ja. Maar hij doet toch niks anders dan denken? Dan zitten. Ja, zitten. Dat zeker. Zitten, ja. Nou, inderdaad. Maar misschien dat hij zoveel getraind heeft en dat hij dacht, dit is ook niet alles. Of zo. Ja, dat op zoek naar een nieuwe levensvervulling, ja. Ja. Nou, misschien heeft het publiek daar wat aan. Dat zou kunnen. Even kijken of ik nog een denker heb. Ja, nog een denker. Deze sluit een klein beetje aan bij de vorige. Niet alleen omdat het Wittgenstein is, maar ook omdat het over taal gaat. Als je wil weten... Wat zich, hè, je vond het een schrikbarend idee, al die technieken. En er zijn wel steeds meer mogelijkheden om bijvoorbeeld de taal van walvissen te ontcijferen. Hè, dus eerst worden die patronen opgenomen en is het gewoon nog, zijn het herhaalde patronen. En dan kunnen ze met zeg maar ChatGPT-achtige apparaten, kunnen ze daar dus... taal van maken. En dan zouden wij dus kunnen horen wat zij denken. Ludwig Wittgenstein die zegt daarover, als een leeuw kon spreken, zouden we hem niet kunnen verstaan. Ja, ik zou eerder zeggen, dit is waar. We hadden laatst een tentoonstelling van een overleden kunstenaar, helaas al, die in de jaren 80 en 90 veel schilderijen maakte. Een van de eerste computerkunstenaars van Nederland, maar ook in bandjes zat en dus van alles deed. En op de opening sprak onder andere zijn broer en die had even zijn naam ingevuld in ChatGPT om daar een soort lemma voor, als soort biografisch lemma uit te krijgen. En toen bleek hij ook ineens dichter te zijn en nog zo wat dingen. En dat vond ik heel geestig, omdat ChatGPT gaat uit van de doorsnee. En dat werkt bij kunst in de regel niet. De kunstenaar doet natuurlijk juist vaak het onverwachte. Dus wie maakt nu van een denker een bodybuilder die in de meest ongemakkelijke pose gaat zitten? Dat is toch geen denker? Dat is een poeper of een zitter. Maar het is geen denker of iemand die ongemakkelijk zit. Dus als ik dat meeneem in deze uitspraak, dan denk ik, ja, dit is heel hoopgevend. Ja, dat is gewoon eigenlijk fijn. Dan is alles... doorgelicht en vertaald. En dan nog steeds begrijpen we er geen hout van. Ja. Dat vind je een prettig idee. Een heerlijk idee. Benno Tempel, zeer bedankt. Krasniako. Welkom, Gras. Je werkt als filosoof aan de UvA. Je hebt in Amsterdam en Parijs filosofie en politicologie gestudeerd. En je houdt je veel bezig met postkoloniale denkers. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar jouw mening over de mondigheid van onze tijd. En ik ga je eventjes
om een idee van dat mondigheid weer even bij iedereen hetzelfde te krijgen, een klein filmpje laten zien. Maar laten we nou even naar de cijfers kijken. 151.000 mensen zijn doodgegaan in 2019. Ja. Waarvan 16.000 aan dementie. Ja. En iets minder dan 10.000 aan longkanker. En dan loopt het af en dan komt influenza op nummer 23. Nou, dan ben je verkeerd geïnformeerd. Mijn punt is alleen maar, nu staat ineens een aandoening COVID-19 op. Laten we even zeggen dat er weer 16.000 gevallen zijn dementie. Dan staat corona uit het niets op nummer 2. Met tussen de 10.000 en 13.000 gevallen. Ja. Dan kunt u toch niet zeggen dat het niet bestaat. Maar dat zeg ik ook niet. Waarom doet u dan zo, ja, maar je moet alsof het allemaal niet gevaarlijk is? Je moet heel goed luisteren naar wat ik zeg. Want je probeert dingen in mijn mond te leggen, waarschijnlijk uit onkunde. Maar ik zeg niet dat het niet bestaat. Ik zeg dat het zwaar overdreven is. Engeland heeft dit jaar geprotesteerd tegen de verschillende lockdowns en tegen de maatregelen die bedoeld zijn om ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen te beschermen. Volgens hen worden ouderen niet beschermd, maar expres in gevaar gebracht. Het marginaliseren van deze groepen, er is eigenlijk een bijna, en dat is weer zo'n zwaar woord, maar ik ga hem toch gebruiken, genocide bezig, op de mensen die niet meer mee kunnen in de maatschappij, naar de randjes dwingen en het zo moeilijk maken dat ze er of zelf uitstappen of gewoon wegkwijnen en doodgaan. Ja, dus dit is een beetje de mondigheid van onze cultuur. Ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Freedom people. We kunnen hierom lachen, maar dit is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van onze cultuur geworden. Dat er influencers / wappies voortdurend online allerlei verhalen hebben. En die verhalen gaan verspreiden zich heel makkelijk. Nu wil ik graag jouw mening over de volgende stelling, namelijk harde, herhaalbare wetenschap is de beste toetssteen voor de mondige mening. Is dat waar of is dat bullshit? Ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen bullshit, omdat tenminste, het ligt eraan waar de mondige mening over gaat. Want er zijn ook meningen die dan niet zozeer gaan om dingen die überhaupt getoetst kunnen worden door harde wetenschap. Zoiets als uit het eerste fragment natuurlijk wel, omdat dat gaat over, over een ziekte. Dus dan kan je biologen en artsen bijhalen. Maar wanneer het gaat over morele vraagstukken, dan wil je niet op de harde wetenschap terugvallen. Inderdaad, want dan gaat het juist eerder over de ideologie van individuen zelf. Maar dus, als we nou bijvoorbeeld de bio-industrie. Ja. De ideeën die je daarover kunt hebben, die zijn moreel. Dat is een ethisch vraagstuk. Ja. Is het toelaatbaar om dieren zoveel pijn te laten lijden? Dan is het dan niet handig om wetenschap te hebben om vast te stellen of die beesten eigenlijk pijn hebben? Maar het gaat er dan om of het wel of niet toelaatbaar vinden. Maar wat als iemand niet kan schelen of dieren zoveel pijn lijden? Ik bedoel, kijk maar naar al die mensen die op big game hunting gaan doen in Afrika. Die weten heus wel dat een dier lijdt wanneer je doodt. Maar die doen het alsnog. Maar dan alsnog doen. Ik bedoel, zou je zo iemand kunnen overtuigen door
feitelijk aan te tonen dat, oh ja, nee, wanneer je een olifant doodt, dan leidt het. Oké, okay, dus jij zegt harde herhaalbare wetenschap is niet per se de beste toetssteen voor de mondige mening. Nee. Mag ik nog even teruggaan op dit voor harde en mondige? Geef bij mij een smaakje aan dit van de stellen. Ja, nee, dat snap ik. Het is ook pejoratief bedoeld. Het is dubbelop. Ja, harde herhaalbare wetenschap en mondige mening. Ja. Daarbij is het ook zijn er ook bij antikoloniale denkers zoals Sylvia Winter en Aimé Césaire, die betwijfelen ook hoeverre inderdaad harde wetenschappelijke feiten in staat zijn om de realiteit te vatten. Dus of Aimé Césaire schreef dan bijvoorbeeld in een essay dat je naast de harde wetenschap ook poëtische kennis nodig hebt, mm-hmm, als aanvulling op deze harde wetenschap, omdat dat ook een andere manier is om om het reële en het menselijk leven te kunnen vatten. En welke denker is dit? Dat is Aimé Césaire. Ah, en kijk, je komt zelf al met een denker. Ik heb hier Ngugi Wa Thiong'o. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek. Ngugi Wa Thiong'o, ja. Het leek me juist wel grappig dat ik dat dan verkeerd uitspreek in deze mondige, in dit mondige gedoe. De denker hier is dus, woorden komen niet in geschreven vorm over onze lippen. Ze komen als stem gesproken. Ja, want deze uitspraak van Ngugi Wa Thiong'o, die ken ik inderdaad. Dat is ook een uitspraak die ik zelf ook vaak aanhaal in colleges. En dat is omdat hij dus hierbij benadrukt dat de orale traditie ook belangrijk is en dat filosofie niet zozeer alleen in dus niet alleen plaatsvindt in geschreven teksten. Ja. En dat kennisoverdracht niet alleen via boeken gaat, maar ook dus ook gewoon door het oraal aan elkaar door te vertellen. En hij benadrukt dit omdat juist veel Afrikaanse filosofie ook vaak in de orale traditie heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. En dat vaak ook de reden is waarom het niet serieus werd genomen als filosofie. Omdat juist in westerse filosofie vaak belang wordt gehecht aan teksten. Yeah. En wat mensen als Ngugi Wa Thiong'o en ook Sophia Loulé dan ook weer zeggen, is dat, ja, maar als je kijkt naar de oude Grieken, dan is iemand als Socrates, die schreef ook niet. En desondanks zeggen we van hem niet dat hij geen filosoof is. Nee. Ja. Maar inderdaad wordt er van westerse filosofie meestal niet gezegd dat het een orale traditie is. Maar als je nu weer teruggaat naar dat filmpje en als je goed nadenkt over onze cultuur, dan denk je misschien niet aan grote filosofen, maar dan zie je eigenlijk wel een orale samenleving voor je, waarin iedereen voortdurend allerlei verhalen aan elkaar vertelt. Bijvoorbeeld in de vorm van stories op Instagram. Is als een orale traditie in handen komt van media zoals de sociale media, is het dan niet toch verstandiger om vast te houden aan het schrift? Juist iemand als Sophia Loulé die stelt juist dat het bij de orale traditie dat de rol van spreken, maar ook die van de toehoorder, heel belangrijk is. En dat ze elkaar scherp houden. Dus dat wanneer iemand een bewering doet die dan niet zou kloppen, dat zijn publiek
zijn of haar publiek daarop aanspreekt. Ja. En daar tegenin gaat. En dat daar juist een interessante wisselwerking in kan uit kan ontstaan. Waar dan weer waarin ook de spreker weer verder groeit in zijn of haar kennis. En waar dus ook kennisoverdracht plaatsvindt. Ja, ja. En zie je dat in zo'n filmpje als met Willem Engel? Zie je dat daar omdat, gebeuren? Juist omdat het bij een tekst omdat die wisselwerking op een directere manier plaatsvindt dan in een geschreven tekst. Omdat het dan, weet je wel, eerder dat ideeën gepubliceerd zijn en daadwerkelijk een publiek heeft gevonden die dan ook serieus heeft gelezen. Want dat is dan ook altijd maar weer de vraag bij filosofische teksten. En daar dan weer inhoudelijk op weer te reageren. Dat gaat dan weer heel veel tijd overheen. Terwijl bij een orale traditie dat dan sneller plaats kan vinden. Zou je ook eigenlijk pleiten voor een meer orale traditie in ook in de academische traditie? Ik denk dat ik dat liever overlaat aan filosofen zelf. Ik bedoel, waar je als denker dan het meest op gemak, waar je het meest bij op je gemak voelt. Stel dat dat voornamelijk is door te schrijven, dan moet je het vooral door blijven schrijven. Maar als je als orale traditie hier goed ligt, dan zou er ook inderdaad mogelijkheid voor moeten zijn, denk ik, ook op academische instellingen. Maar als we het nu wat scherper maken en we zouden zeggen van oké, we kiezen voor één vorm om het helder te krijgen. Waarom zou je het maar op één vorm moeten houden? Geen idee. Maar vooral om te kijken wat het een doet en wat het ander doet. Dus even als gedachte-experiment. Het hoeft helemaal niet, hè? Dus het is niet zo dat we hier daarna gaan beslissen dat het een of het ander wordt. Maar stel dat alles in geschreven vorm zou zijn. Zou dat, stel dat je zou moeten kiezen. Stel dat je wel zou moeten kiezen. Wat zou je dan liever hebben? Alleen maar geschreven of alleen maar praten? Dan zou ik. Maar eigenlijk. Zoals bedenkers als MSSR ook dit soort dichotomieën afwijzen. Dus dat ik zou moeten kiezen tussen het ene of het ander. Omdat het juist vanuit anti-koloniale kritiek is, is juist is er heel veel kritiek op dit soort. Nou, zeer bedankt. Ik had eigenlijk veel eerder verwacht van de andere sprekers al dat ze zouden zeggen, wat is het voor een belachelijk dichotomisch denken. Dus ik ben heel blij dat je dat hebt gedaan. Zeer bedankt, Kracht en Jacob. Rinske Hille. Het is schoon water, Rinske. Neem het vooral. Rinske is jurist, filosoof en schrijver. Je debuteerde in volgens mij 2017 met Houtrot. En in 2022 kwam het tweede boek Mannenmaal. Ik las jouw interview nog eens over in het boek van Carolien, Wat Denken Doet. En daar kom je eigenlijk via een toeval op het pad van de filosofie. Hè, want je bent in Sils Maria en daar kom je het huis van Nietzsche. En daar, dat wist je niet. En eigenlijk, dat heeft je op die manier geraakt dat je op het pad van de filosofie heeft gezet. Dus het toeval speelt een grote rol in je leven. Daarom dacht ik wil jouw mening over het geloof horen. En dan gaan we naar een radiofragment luisteren. Je hoort het vaker, hè? Overleden dierbaren die op een bepaalde manier toch nog voortleven in het leven van de nabestaanden. Bijvoorbeeld doordat nabestaanden hen nog steeds zien of horen.
Communicatiewetenschapper Judith Peters van de Radboud Universiteit in Nijmegen doet nu onderzoek naar deze symbolische onsterfelijkheid. Want zo heet dat. Mevrouw Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het precies, symbolische onsterfelijkheid? Kort samengevat is symbolische onsterfelijkheid dat je de dood wat minder definitief maakt. Dus dat je op een bepaalde manier er nog bent. Het kan heel concreet zijn dat je gelooft in een hemel, maar dat kan ook zijn dat je voortleeft in je kinderen of dat je een boek hebt geschreven. Dus dat je op een bepaalde manier er nog bent. Niet fysiek, maar symbolisch. Maar ja, want dat vroeg me af. Zit dat dan in het hoofd van in dit geval de nabestaanden, of dient zich dat ook nog fysiek aan bij sommige mensen? In mijn geval, ik ben zelf 8 jaar geleden mijn vader verloren. En ik was op zijn sterfdag 2 jaar geleden, ging ik naar zijn graf. En daar begon een zonnestraaltje te schijnen alleen op zijn graf. Dus in dat geval is het wel fysiek. Ik neem het echt waar. Maar het gaat er dan niet in dat ik ook echt wil verklaren dat die zonnestraal ook echt mijn vader is. Het gaat echt om het gevoel dat het zonnestraaltje meegeeft. Dat er een signaal wordt afgegeven of iets. Ja, klopt. Ja. Nou, we zitten met allemaal heldere geesten bij elkaar. Ik durf het hier wel te vragen. De stelling is: leven zonder geloof is moeilijk, maar kan wel. Ja, ik zou zeggen onwaar. Onwaar? Omdat ik denk dat we voortdurend allemaal in geloven zitten. Jij bedoelt nu een spiritueel religieus geloof, maar ik denk dat we allemaal continu in een geloof zitten. Maar als we heel erg ons best doen, gewoon echt heel erg ons best doen. Weet je, zeg maar Herman Philipsen, maar ik weet niet of mensen die nog kennen, van zijn atheïstisch manifest. Ja, ik denk dat mensen zichzelf daarin overschatten. Ik denk dat je altijd in een systeem zit. En dat absoluut wij... Zie jij jezelf als gelovige? Niet op de manier zoals wij daarover spreken. Maar ik heb absoluut een neiging of een interesse. Ik heb niet een vanzelfsprekend afschrijven. Dus ik ben er helemaal open in. En maak je onderscheid tussen geloof en bijgeloof? Misschien wil je dat zelf wat meer uitleggen wat je daarin doet. Nou ja, mijn moeder zegt altijd geloof is bijgeloof. Nee, precies, want dat is denk ik hoe we tegenwoordig geneigd zijn over geloof te denken als bijgeloof. Ja. Ja. Maar... Dus we komen eigenlijk nog, denk ik, hè, natuurlijk zijn er nog allerlei gelovige mensen in de wereld, maar we komen er, laten we zeggen, in de taal die we hier spreken of in de filosofie of zo, relatief weinig aan toe, denk ik, aan het onderzoeken van geloof. Maar neem nu de voetballer die het veld op gaat, halverwege de wedstrijd, en die slaat een kruisje. Is dat bijgeloof of geloof? Of gewoon een neurose? Nou ja, kijk. Voor hem is het geloof. En voor mij is het... ik vind het voor mij eigenlijk impertinent om te zeggen dat is bijgeloof. Want dat kunnen we niet weten. Nou ja, ik weet niet wat ik daarover zou kunnen zeggen. Nee, precies. Dus je maakt wel een onderscheid tussen echt geloven en niet echt geloven, maar dan toch geloven. Nou ja, dat is bijgeloof, toch? Ja, kijk, ik denk dat we onszelf heel snel, zoals Wittgenstein met die ladder, bezig gaan houden met de ladder. En dan heel makkelijk elkaar kunnen afvakkelen op de attributen. En ik denk ook helemaal zelf niet dat zoiets als de Bijbel, zeg maar, in die letterlijke zin begrepen kan, moet worden. Dat denk ik niet. Mm-hmm. Ik denk eigenlijk dat er gewoon geen taal voor is. Ja, maar dat wil niet zeggen dat ik het mateloos intrigerend vind. En ook denk dat mensen dus uiteindelijk, als het er echt op aankomt, het ook inderdaad wel lastig vinden om zonder te doen. Kijk, ik zei net een beetje flauw van, we hebben allemaal een geloof. Dat, dat, dat,
dat denk ik ook echt, dat we allemaal in een wereld zitten die we gecreëerd hebben. Eigenlijk allemaal leven in verhalen, daar, dat denk ik. Maar dan iets, laten we zeggen, oprechter. Op het moment dat je echt iets hebt, op sterven ligt, ziek bent, een heel groot leedje treft, dan denk ik dat het inderdaad erg moeilijk is. Ja, maar dan dus vooral in dat soort gevallen. Uit nood, pure angst. Ja, maar je kan het ook omdraaien. Want je kan ook zeggen, heel vaak zijn we in verstrooiing. En op bepaalde momenten keren we terug naar essentiële vragen. Maar is het niet ook een heel erg nobel idee om, hè, zonder degene af te willen vallen die gelooft, maar om zonder geloof te willen leven? Zonder steun, gewoon helemaal. Ja, dus het niet nodig te hebben om iets van iets buiten jezelf vast te grijpen. En ook het niet nodig te hebben dat er iets eeuwigs is. Dat je dus in die zin ook zelf onbetekenend over deze aarde loopt en vertrekt. Ja. En dat dat niet uitmaakt. En dat je daarmee kunt zijn, bedoel je dat? Ja. Is dat nobel? Het was nog niet de bedoeling om het publiek er al bij te vragen, maar nu ben ik toch wel even benieuwd. Wie denkt er te kunnen leven zonder geloof? Mag ik vingers zien? In ieder geval de boekenverkoper. Mijn man. Man van Rinske. Hiervoor ook. Maar wie heeft geen mening? Oké, maar dan is dus de rest denkt. Mag ik de vingers zien van de mensen die het tegengestelde denken? Je kunt niet zonder geloof. Dat is wat anders. Dat is wat anders? Ja. Je vroeg eerst wie er kan leven zonder geloof. Oh ja. Nee, wie er leeft zonder geloof. Nee? Nee, ik kan wel zonder, maar liever niet. Kan dat ook? Het is een vrijwillig. Het is niet, ik kan wel zonder, maar liever niet. Ja, nee, dat klinkt niet heel overtuigend. Maar het is theoretisch mogelijk volgens mij wat je hier zegt. Maar een andere vraag. Kan filosofie geloof vervangen? Kan filosofie geloof vervangen? Ik ga het meteen even vragen. Nou, voor mij is dat een van de meest wezenlijke vragen die je kan stellen. En ik heb daar het ene moment een ander antwoord op dan het volgende. En dat bedoel ik niet zo van, want als ik even op straat loop, denk ik elke minuut anders. Maar echt, laten we zeggen, decennia heb ik daar andere ideeën over. Ik denk dat het ergens ook allemaal uit het, inderdaad, het komt sowieso uit hetzelfde voort. Het willen doorgronden, het willen een eerbetoon willen geven aan het leven, het willen willen begrijpen, het willen troosten. Het zijn allemaal dezelfde verlangens die daarin spelen. Ja. Ik maak het je makkelijk. Ik geef je gewoon het antwoord op de vraag. Dat is, komt van Helmut Blesner. Ze zeggen altijd dat filosofen alleen maar vragen stellen, maar ze geven ook antwoorden. Dit is het goede antwoord van deze vraag. Helmut Blesner schreef: de idee van het absolute opgeven betekent de idee van ene wereld opgeven. Atheïsme is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, volgens mij zijn we het er bijna allemaal mee eens. Ja, ik ben het er wel mee eens, ja. Nou, zeer bedankt. Ja. Dankjewel, Rinske Hille. Het estafettestokje wordt doorgegeven aan de zaal. Want ik ga jullie ook nog een paar moeilijke meningen vragen. Wat denkt u zelf? Deze mag je gebruiken. Even kijken. Wat heb ik hier staan? Deze mening. De mening is een uitvinding uit 1784. A. Feit. B. Mening. C. Geen mening. Wie zegt A? We hebben 1A, Esther Gerritsen, maar die heeft wel meer dingen beweerd vandaag. B, wie zegt B, dat het een mening is? Het zou toch haast wel een mening moeten zijn, toch?
even wat overtuigender. Wie een vinger wil opsteken, doe dat overtuigend. Niet zo. Dat is meer C. Ja, precies. Oké, okay. Wie zegt C? Geen mening. Die meneer daar in het midden, waarom heeft u hier geen mening over? Omdat ik er niks van weet. Ja, 1784 zegt me niks. Zegt u niks, 1784? Ja, 1784 zegt me weinig en ik kan dit niet beoordelen, dus geen mening. Nee, nou, de mensen in 1784 dachten daar heel anders over. 1784, dat is het moment dat in december, in het decembernummer van het Berlijnse Maandblad, Berlinische Monatsschrift, schreef Immanuel Kant over de beantwoording van de vraag: wat is verlichting? En toen schreef hij: verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. He, hoort u het ook eens van een ander? En dit schreef Immanuel Kant. Dus nu wil ik van u weten, de mening. Is dat een uitvinding uit 1784? Zijn de meningen inmiddels veranderd? Wie zegt A? We hebben al één. Shit. Het is A, hè? Het goede antwoord is A. Ja, daarachter. Je wint een exemplaar van het boek. Nou, kijk, ik zal toch nog een klein beetje toelichten. Misschien dat ik nog wat mensen mee kan krijgen hierin. De mening die wij nu hebben, die komt rechtstreeks van denken van Kant. Het uittreden uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft, is van een grote historische betekenis in hoe wij denken. We hebben de wetenschap is er enorm mee vooruit geholpen. De mening die Kant hier eigenlijk in de stijgers heeft gezet, is de mening niet zomaar dat je iets zegt, maar dat je eigenlijk de vrijheid hebt en tegelijkertijd de verplichting om er het jouwe van te vinden. En dat dat niks te maken heeft met jouw achtergrond. Dus voor het eerst in de geschiedenis deed achtergrond er niet toe. Dus de kerk deed er niet toe. Je familieafkomst deed er niet toe. Je rijkdom deed er niet toe. Iedereen had een mening. Dat is een andere mening. Want jullie zullen nu wel denken, 1784, voor die tijd waren er toch ook mensen met een stevige mening. Maar niet dezelfde mening zoals wij die nu kennen. Plato bijvoorbeeld, ook niet de minste, die had het over het onderscheid doxa en episteme. En die zei, doxa of mening is schijnkennis van het zintuigelijke. En dat is net eventjes een ander idee van mening. Dus de mening die wij nu kennen, is de mening uit 1784. Rest my case. Maar dat stond er natuurlijk niet bij, mening zoals wij die nu kennen. Nee, dat stond er niet bij, inderdaad. Nou, in dat geval, ik kan niet beloven dat jullie allemaal een boek krijgen, maar de meest mondigen wel. Voordat we het glas gaan heffen op de Wereldfilosofiedag, vraag ik u nog om één mening. De mening, filosofie is voor iedereen. A, waar? Wie zegt, filosofie is voor iedereen? Kom op, jongens. Ja. En wie zegt B? Eentje. Dat is leuk. Goed, we gaan eventjes deze denker voorlezen. Filosofie is belangrijk, men zal mij niet het tegendeel horen beweren. Maar filosofie is, zoals alles, alleen maar relatief belangrijk. In bepaalde omstandigheden voor bepaalde mensen. Filosofie is niet voor alle mensen. Postzegels verzamelen of parachutespringen trouwens evenmin. Niets is voor alle mensen. Filosofie is voor mensen die het niet kunnen laten, al maakt het hen niet beter of wijzer en zeker niet gelukkiger. Filosofie is voor mensen die voor filosofie zijn. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. En daadwerkelijk nodig ik u uit om het glas te heffen op de filosofie voor vandaag. Dank u wel en tot volgend jaar, november denkmaand.